Station Ede-Wageningen. Het belangrijkste en drukste station aan de spoorlijn Arnhem-Utrecht. En tevens het beginpunt van de kippenlijn naar Lunteren, Barneveld en Amersfoort. Op zaterdag 14 september 2002 biedt dit station onderdak aan een stoomtrein van de VSM. Spoor 3 in Ede-Wageningen is normaal het perronspoor voor de treinen van Arnhem naar Utrecht. En doorrijspoor voor de internationale treinen uit Duitsland. Omdat de VSM dit spoor bezet op een tijdstip dat de Schweiz-express moet passeren, wordt deze trein omgeleid over spoor 2. Een wachtspoor waar een plaatselijke snelheid van 40 km per uur is voorgeschreven. Ook de Euro Night Express Donauwalzer loopt enkele minuten vertraging op, doordat ze met lage snelheid over spoor 2 wordt geleid. Overigens zijn zowel de Schweiz Express als de Donauwalzer met ingang van de nieuwe dienstregeling, die is ingegaan op 15 december 2002, door NS Internationaal geschrapt uit het spoorboekje. De VSM rijdt op deze zaterdag pendelslagen tussen Ede-Wageningen en Barneveld Centrum. En heeft op deze manier een belangrijk aandeel in de festiviteiten rond de 100ste verjaardag van de kippenlijn. Bij vertrek van de eerste trein uit Ede-Wageningen is de belangstelling nog niet erg groot. Maar dat zal later op de dag nog wel anders worden. De route door de dorpskern van Ede heeft een tramachtig karakter en dito snelheid. Met een plaatselijke snelheid van 40 km per uur slingert blok 50 3654 met 4 blokkendoosrijtuigen en de 52 8139 als opdrukblok zich tussen de huizen door. Met de invoering van de automatische treinbeïnvloeding op de kippenlijn eerder dit jaar was het de bedoeling om de plaatselijke snelheid door de dorpskern van Ede op te voeren naar 60 km per uur. Hiervoor zijn ook voorbereidingen getroffen. Het gemeentebestuur is echter beducht voor extra geluidsoverlast en houdt voorlopig vast aan de oude snelheid. In de reguliere treindienst is het aanbod van reizigers nooit erg groot. En kan er buiten de spits en in het weekend worden volstaan met één treinstel plan V. Als de spoorlijn de dorpskern van Ede achter zich heeft gelaten, loopt zij als een rechte streep naar Lunteren. De glooiing in het landschap verraadt dat het tracé langs de rand van de Veluwe loopt. De naam Kippenlijn heeft de spoorlijn gekregen omdat Barneveld het centrum is van de kippenindustrie. In vroeger tijden, voor het tijdperk van de bio-industrie, waren langs de spoorlijn uitgebreide kippenfarms en kon je letterlijk ook kippen kijken. Tegenwoordig is daar eigenlijk niets meer van te zien. Het beeld van lang vervlogen tijden wordt in Lunteren levend gehouden door figuranten in historische kledij. Dit past bij het decor van stoom en rook. Dit beeld wordt even later verstoord als het door een gele plan V vormgegeven stoptrein uit Barneveld binnenkomt en moet wachten op de kruising met de stoomtrein.
De belangstelling voor een rit met een historische stoomtrein is inmiddels behoorlijk groot geworden. Getuigen de tientallen wachtende reizigers. Omdat de perronlengte in Lunteren en de andere stations van de Kippenlijn is gebaseerd op een maximale treinlengte van 4 rijtuigen, moet blok 50-36-54 doorrijden tot buiten het perron. Door de beperkte perroncapaciteit bestaat de trein dan behalve de 2 stoomloks maar uit 4 blokkendoosrijtuigen. De cheftrein van de VSM verzucht later die dag dat 2 rijtuigen meer ook geen overbodige luxe was geweest. Na het vertrek van de stoptrein richting Ede Centrum wordt het vertrek van de historische stoomtrein richting Barneveld Centrum nog gedwarsboomd door de binnenkomst van een extra historische trein die de stoptrein op blokafstand volgt. Daardoor vindt het vertrek plaats met 5 minuten vertraging. De locomotieven 1202 en 1302 van het Nederlands Spoorwegmuseum zijn bezig met een proefrit van Utrecht-Malibaan via de Kippenlijn naar Arnhem. Lok 1302 is een nieuwe aanwinst van het Spoorwegmuseum, maar is niet in rijvaardige staat overgedragen. De lok wordt door de 1202 naar Arnhem gesleept, waar de 1302 beproefd gaat worden. Om de batterijen van de 1302 te laden, is de achterste stroomafnemer opgezet en zijn de tractieventilatoren ingeschakeld. Een van de tractieventilatoren drijft een generator aan, die op zijn beurt weer zorgt voor batterijlading. Het baanvak van Ede Centrum tot aan Barneveld Noord heeft een typische snelheid voor een nevenlijn. Met een maximumsnelheid van 80 km per uur zijn baanvaksnelheid en hoogst toegestane snelheid van stoomloks dan ook in volkomen harmonie. De NS-machinisten die dit baanvak rijden hebben wel eens andere gedachten over de baanvaksnelheid over de Kippenlijn. Als ze aan het einde van de dienst nog een slag over dit baanvak moeten maken en de hele dag met hoge snelheid hebben gereden, lijkt het alsof het treinstel over de baan kruipt. Dit werd jaren geleden eens vormgegeven door een wat oudere Amsterdamse machinist die, nadat hij met 40 door Ede was gesukkeld, het baanvaksnelheidbord passeerde met de woorden: "Zo, nu even lekker scheuren!" en vervolgens woest de rijcontrole bediende. In station Barneveld Centrum, waar de pendelritten eindigen, moet vanwege de VCVL-beveiliging worden omgereden naar spoor 2, om weer te vertrekken in de richting Lunteren. Het VCVL-systeem, dat staat voor Vereenvoudigde Centrale Verkeersleiding, wordt toegepast op enkelsporige lokaallijnen. Op VCVL-stations is ieder spoor zo ingericht dat er vanuit elke richting slechts op 1 spoor kan worden binnengekomen en vertrokken. Bij kopmaken moet er dus worden omgerangeerd naar het andere spoor. Omdat er in Barneveld Centrum een raccordement is, waarbij in het verleden graanoverslag plaatsvond, is de beveiliging ingericht om te rangeren. Na toestemming van de treindienstleider kan de begeleidende rangeerder de vrijgave rangeren nemen. Hij bedient een schakelaar waarmee het rode licht in de seinen wordt vervangen door wit licht. Na deze handeling zijn de elektrische wissels met behulp van een drukknopkastje ter plekke te bedienen. Als deze handelingen verricht zijn, kan het rangeerdeel optrekken tot voorbij het wissel aan de zijde van Lunteren. Nadat op beide machines is kop gemaakt en het wissel is goed gelegd voor spoor 2, kan worden teruggezet.
Achter het rangeerdeel wordt het wissel weer in de normale stand teruggelegd en de vrijgave rangeren vervolgens weer teruggegeven aan de treindienstleider. Bediening van het wissel geschiet door een bevoegde VSM-medewerker in historisch uniform. Het gele vest is een railnetvoorschrift voor medewerkers die binnen of langs de sporen werken. En is ook van kracht voor medewerkers van railmusea. De binnenkomst van de rangeerbewegingen wordt in Barneveld gekenmerkt door veel belangstelling van de lokale bevolking. Daarnaast krijgt ook uw cameraman een goedkeurende blik van een inwoonster van Barneveld. En ook onder de jeugd zijn nog echte spoordeskundigen. Het rijden van treinen in trekduwformatie of met loks in voorspan is een discipline die door de VSM-meesters uitstekend wordt beheerst. Daarbij gelden ook harde afspraken voor het meewerken van de tweede lok. Bij één matig lange fluittoon kan stoom worden gegeven. Bij twee korte fluittonen moet worden afgesloten. Na 100 jaar zijn de koeien langs de kippenlijn wel gewend aan voorbijrijdende treinen. Ook van een stoomtrein kijken ze niet op. De melk zal dan ook wel niet zuur zijn.